hoorde opeens echt een knijterharde knal. Open. Kijk hoe leuk deze is. Yes. Wat gaan we nu doen? Ik ook voor jou ook foto's aan. Ja, klopt wel. Vind je nog eens even lachen? Niels en ik die zijn vandaag 11 jaar samen. Dus we hebben lekker sushi thuis laten bezorgen. En een serie aangezet. Nou, eten. Eten maar lekker. Good morning. Het is vandaag zaterdag. En het is 8:30. Dus wij zijn al lekker vroeg op pad. Tenminste vroeg. We zijn er al een aantal uur uit. Maar zullen we even wandelen. Nuit op zijn blauwe loopfiets. En Niels heeft de vuilniszakken mee. Die moeten we even aan het eind van de straat in de bak doen. Straks komen er wat vrienden uit Horen. Komen op kraamvisite. En voor de rest gaan we naartoe, Nout. Hebben we een rustige dag vandaag. Oh, goed sturen, Nout. Hoi. Hi. Het is zondag. En wij zijn bij het park van Luna. Na een zieke driftbui van Nout. Het ging natuurlijk weer om eten. Eten gooien. Maar nu is hij gelukkig weer opgevrolijkt. Hey, springen? 1, 2? Ja. Oeh. Blijf staan. Het is super lekker weer, dus wij zijn even een frisse neus aan het halen. Hé, Nauti? Hey, wat ga je doen? Dank je. Wat zeg je? Deze man die kan goed boeren en goede scheten laten. Hè? Vandaag is het alweer dinsdag en Niels is vandaag jarig. Hij is 29 geworden. En hij is wel gewoon aan het werk vandaag. Ik heb net het huis een beetje versierd. Ik ga zo nog even een taartje halen voor vanavond. En ik was gisteren al even met de jongens een knutselwerkje maken. Of tenminste, het meeste heb ik gedaan. Maar gewoon even met verf de handjes en voetjes van de jongens erop. Dus Nout vond dat ook wel heel leuk om dat even samen te doen. Maar goed, ik was dus gisteren bezig met dat knutselwerk hier aan de eettafel. En ze waren hiervoor bij het speeltuintje waren ze bezig met kantjes te maaien rondom het speeltuintje. En ik hoorde opeens echt een knijterharde knal. En er zit dus echt een dikke pit in het raam. Ik ga hem jullie even laten zien. Kijk. Hoe bizar. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Ik denk niet dat hij scherp stelt hierop. Wacht. Ja. Kijk. Echt ontzettend groot. Dus ik ben natuurlijk gelijk naar buiten gegaan en gezegd van... er zit een pit in mijn voorruit. Nou ja, dat wordt natuurlijk weer verzekeringswerk. Dus gisteren alweer een paar telefoontjes gepleegd daarvoor. Ik heb afgelopen week eigenlijk weinig gevlogd. Nou ja, ook omdat ik gewoon lekker met Joas was. En ik had ook via Instagram wat samenwerkingen wat ik eigenlijk even af moest ronden. En daar gaat ook best wel veel tijd in zitten. Of tenminste, veel tijd valt op zich wel mee. Maar dat moet elke keer tussen de voedingen door. Ik wil natuurlijk ook gewoon tijd voor hem hebben. Dus als ik content maak voor social media, dan ben ik daar tegenwoordig even een stuk langer mee bezig als normaal. Maar goed, dat geeft natuurlijk helemaal niet. We zijn weer allemaal lekker aan het kijken, hè? Hi! Hij heet tong uitsteken. Ja. Nou, vanmiddag komen er nog twee vriendinnen van mij uit Horen. Komen gezellig op kraamvisite. Verder heb ik eigenlijk weinig gepland vandaag. Ja, ik heb vanochtend dan nog even weer wat content gemaakt voor Instagram. En het is inmiddels ook alweer 12:00. Dus de tijd gaat ontzettend snel. Ik denk dat wij eventjes jas gaan aandoen. En de schoenen. En dan gaan we even een gebakje halen voor vanavond. Ja? Wat denk je ervan? Oh. Ja, Nauti heeft hem dus een beetje aangestoken. Hij is af en toe wat aan het hoesten. Maar het lijkt al wel weer wat minder te zijn als gisteren. Dus
Het is natuurlijk bij babytjes altijd even dat je het in de gaten moet houden. Maar goed, hij had verder ook geen koorts of iets. En hij was voor de rest gewoon lekker zichzelf. Dus het was eigenlijk echt puur het hoesten af en toe. Nou. Kleine man. Kleine man. Ja. Open. Je geeft hem aan papa. Gaat papa hem openmaken met jou? Open. Dan zeg je alsjeblieft papa. Dankjewel. Alsjeblieft. Wow. Wat mooi. Hebben we die gisteren gemaakt? Is dit jouw voet? Ja. En wat is dit jouw hand? Ja. En die andere? Van wie is die? Die noot. Nee. Van Joas, hè? Deze noot. Die zijn van noot hier. Die zijn nog wat groter. Gouwen. En vasthouden? Op tafel. Oké, okay. Voorzichtig, hè? Ja. Deze. Boven. Moet die naar boven? Ja. Moeten we die boven ergens gaan ophangen? Ja. Oké, okay. Dat vanavond. Ja, mooi, hè? Deze. Boven. Wil je erop of niet? Ja, doe maar. En toen was het ineens alweer donderdag. De dagen die gaan echt zo belachelijk snel. Dat is niet normaal. Ik heb de afgelopen dagen weinig gefilmd eigenlijk. Dus het gaat me ook niet lukken qua beeldmateriaal om vanavond een vlog online te zetten. Dus dat gaat helaas volgende week worden. Ja, dat komt ook eigenlijk gewoon omdat ik merendeels van de dag echt bezig ben. Zowel met Joas als met Nout of het huishouden of samenwerking via Instagram. Daarbij de slapeloze nachten helpt ook niet echt mee. Dus ja, vaak de tijd die ik nog even vrij heb probeer ik of even rustig aan te doen of ik ga even slapen. Vandaar dat ik eigenlijk weinig gefilmd heb. Maar goed, de momenten dat ik kan filmen pak ik even mijn camera erbij. Deze kleine man die is nu even lekker aan het slapen. Vanochtend heb ik even lekker geluncht met Tess. En toen was hij eigenlijk ook de hele tijd al lekker aan het slapen. En daar ben ik eigenlijk wel een beetje blij om. Want hij is de afgelopen dagen echt flink aan het clusteren. Dus hij komt echt mega vaak voor de voeding. En wegleggen is dan ook best wel lastig. Dus soms heeft hij voeding gehad. Heb ik hem even een boertje laten doen. Nou, een beetje in slaap proberen te wiegen. En dan leg ik hem weg. En dan kan ik net even wat doen, zoals een broodje smeren of mascara opdoen. En dan na 5 minuten wordt hij gewoon weer wakker en wil hij gewoon weer drinken. Dus dat is best wel intens. Maar goed, ik ben in ieder geval lang blij dat het allemaal zo goed gaat, de borstvoeding. En dat het allemaal lukt. Neem natuurlijk niet weg dat het af en toe best wel pittig kan zijn. Ik heb trouwens afgelopen week een vet leuke adventskalender binnengekregen. Het is eigenlijk een samenwerking via Instagram. Maar ik vond hem zo leuk. Ik dacht, ik ga hem jullie gewoon even laten zien. Ik draai even de camera. Kijk hoe leuk deze is. Ik kan dus een eigen afdruk erop laten zetten. En er zitten allemaal vakjes hier met nummertjes. Er zitten dus allemaal lekkere chocolaatjes in. En ik heb gekozen voor Forero chocolaatjes. Maar volgens mij hebben ze ook kinderchocola en ook Tony Chocoloni. En dit is van het merk, even op de kop houden, Pixar. Mochten jullie het leuk vinden, zal ik ook even in deze video een kortingscode zetten. Daarmee krijgen jullie korting op de adventskalenders. Ik dacht, ik vind hem zo leuk. Ik laat hem gewoon eventjes zien aan jullie. Vanavond komt Niels en zus hier nog. Ze blijven gezellig mee eten en daarna gaan we aan de administratie. Zij doet eigenlijk vrij veel voor ons qua administratie. En vanavond gaan we even onze kwartaalaangifte doen. Altijd wat mindere leuke dingen van eigen ondernemer zijn. Maar goed, dat hoort er ook allemaal bij. Ik ga hem nu eventjes proberen weg te leggen in zijn nestje. En kijken of ik nog eventjes wat kan doen. En ik zie nu trouwens ook dat ik nog even zijn nageltjes moet veilen. Dus misschien ga ik dat wel even eerst doen, nu die nog slaapt. Ik heb in mijn auto 3 tassen echt helemaal vol met pakketjes. Ik denk dat er wel in totaal 20 in zitten.
allemaal voor Vinted. Ik had van de week echt onwijs veel kleding op Vinted gezet. Van zowel mij als Nout. Bijna alles is verkocht. Dus ik ga dat nu allemaal even in één keer wegbrengen. Mijn moeder die is nu thuis bij Joas en bij Nout. Nout is lekker voor zijn middagslaapje. Dus ik cross eventjes heen en weer. Nou, hij slaapt inmiddels al 2 uur. Dus ik denk dat hij elk moment wel wakker kan worden. Dus ik ga eventjes de pakketjes wegbrengen. Hey Nout. Wat ben je aan het doen? Ben je de muisjes van de grond aan het eten? Ja. Wie had die laten vallen? Boem. Boem. Stoot je hoofd. Ja. Mama. Nog één. Mama. Nog één. Nog één. Mama had die laten vallen, hè? Die jongens, die heeft net gedronken. Oh, die zit lekker te kwijlen. Die is helemaal weg. En mijn moedie is er vandaag. Uit. 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 Uit? Ja. Wat bedoel je? Moet de camera uit? Ja. Hoezo? Deze uit. Waarom? Mama, een schepje uit doen. Zo. Ja. Kijk. Juist. Ja. Morning. Het is vandaag zaterdag. En wij zitten na een gehaaste ochtend in de auto. Niels die moet naar de tandarts. Ik had een tijdje geleden had ik al een keer naar de tandarts gebeld om te vragen wanneer kinderen eigenlijk ook naar de tandarts moeten voor controle. En ze zei daarna meestal is dat een beetje vanaf 2 jaar. Maar ze zegt het is wel handig om hem vast een keertje mee te nemen als een van jullie naar de tandarts moet. Zodat hij vast een beetje kan kijken hoe het gaat, een beetje kan wennen. Misschien dat hij zelf nog even in de stoel wil liggen. Dus wij zitten met de hele fam in de auto mee om naar Niels' controle te gaan. Maar Nout werd vanochtend pas om 7:30 wakker. Super lekker wel trouwens. Want we hadden wel weer lekker een gebroken nacht. Daardoor werd het wel wat meer haast in de ochtend. Maar goed, op een of andere manier heb ik ook het idee dat het niet echt uitmaakt hoe laat we eruit gaan. We hebben aan het einde altijd haast of zo. Vind je niet? Hallo? Leef je nog? Ik heb nooit haast. Nou, ik wel. Ik wil gewoon daar op tijd zijn. We zijn om 9:15 weggegaan. Ik snap niet waarom je stress hebt. Het is 7 minuten rijden. We hadden het allemaal net aangered. Want we zaten precies 9:15 in de auto. Ja, nou, dat is toch wel goed. Nout, heb jij lekker geslapen? Ja. En wat gaan we nu doen? Tandarts. Naar de tandarts. En wat gaat de tandarts doen bij papa? Kijken in zijn mond. Ja. Dan doet de tandarts zo'n duimpje. Die zegt dan goed gepoetst. Hoop je maar. Laat zien of Niels goed gepoetst heeft. Ja. Wat denk je zelf? Ik heb niet gestoken, dus dat zal een risicootje kunnen zijn. Ik heb wel goed gepoetst. Oké. Nou. Dat doe ik namelijk altijd. Dat gaan we straks horen of je dat echt goed gedaan hebt. Maar het standaard riedeltje is, je hebt je tandplak, dus je moet even terugkomen voor de mondhygiëniste. En je foto's zijn bijna afgelopen, dus we moeten nieuwe foto's maken. Oh ja, nu geen kortom, gewoon weer betalen. Ja, bij mij was het vorige keer de tandarts bij wie ik zit, die is ook wel eens bij mij in een salon geweest voor een gezichtsbehandeling. Echt een superleuke vrouw. En het was echt vorige keer, toen was ik denk ik iets van 9 of 10 weken zwanger. En toen zei ze, oh, ik zie dat we weer even nieuwe foto's moeten maken. Ze zegt, maar je bent toch niet zwanger? jawel. Toen mocht je geen foto's maken. Nee, toen mocht ik geen foto's maken. Dus volgende keer komen er voor jou ook foto's aan. Ja, klopt wel. Ik heb papa's tanden gepoetst, Nout. Ja. Ja, ook. Ga je daar ook sturen? Ja, Thomas is oké. Is het dubbel? Ja, is het dubbel? Auw! Auw! Oh, het is dubbel. Ja. Hey. Ben je een beetje boos? Ben je een beetje boos? Hey. Ja. Deze boef heeft net even lekker wat gedronken. Ze is nu alles een beetje aan het verwerken. En lekker schil aan het kijken. Ja? Ja, vriend. Je krijgt dan best de onderkin. Ja, net als mama. Oh. Even zo. Ja, dit is altijd lekker, hè. Zo.
Ga je nog eens even lachen? Oh, nee. Ga je nog eens even lachen? Hey. Ja. Ga je nog even lachen? Hey, boef. Ga je nog even lachen? Ja. Bijna. En je probeert het, hè? Ja. Het is moeilijk, hè? Alles onder controle houden. Ja. Nou, ze zijn trouwens net voor het raam geweest. Ze hebben het raam nu opgemeten. Want het moet helemaal vervangen worden. En ze hebben hem even dichtgeplakt. Ze hebben er iets van een plasticje overheen geplakt. Maar tijdens het plakken daarvan kwamen er allemaal barsten in het raam. Dus het ziet er nu super mooi uit. Zo, ik heb Johan even anders vastgepakt. Maar kijk. Prachtig. En de komende 6 weken ziet ons raam er nog zo uit. Want, ja, moest besteld worden. Dat duurt nog wel even voordat het binnen is. Dus. Huh? Wat vind jij ervan? Ook niet mooi, hè? Ik ga hem eventjes verschonen. En dan kijken of hij misschien nog even lekker wil slapen. Hè? Huh? Ja, dat is al. Het is vandaag alweer maandagochtend. En ik heb mijn jas aan. En Joas ligt hier in de draagdoek. Want ik ga Nout zo meteen ophalen. Hij heeft een wenochtendje gehad bij de nieuwe gastouder. Waar die vanaf volgende week naartoe gaat. Dus dat is best wel even spannend. Maar ja, dat we daar waren, ging hij eigenlijk gelijk ook met de kindjes daar spelen. Ja, deed hij gewoon eigenlijk lekker zijn ding. Dus ik ben, denk ik, iets van een half uurtje gebleven totdat hij echt gewoon even op zijn gemak was. En toen ben ik weer gegaan. Dus dat ging eigenlijk heel erg goed. En ik had al wat foto's doorgestuurd gekregen dat het ook allemaal goed ging. Dus ja, ik ga hem zo meteen weer ophalen. En nou ja, deze meneer wil echt de hele dag het liefst gedragen worden. Zodra ik hem eventjes wegleg, dan begint hij eigenlijk al te huilen. Dus vanochtend was het met 2 kinderen klaarmaken best wel even een gedoetje. Ik wilde met Nout even een broodje eten, even ontbijten. Maar ja, zodra ik Joas weglegde, was het weer huilen. Dat wordt wel eventjes zoeken hoe ik dat allemaal ga doen. Maar goed, dat... Ja, vindt zich ook wel weer een weg. Gisteren hadden we een huis vol. We vierden namelijk de verjaardag van Niels. We hadden even wat familie uitgenodigd. Dus beide ouders die kwamen. Mijn oma was er, Niels' opa. Niels' zussen met aanhang. En mijn broer met aanhang. Dus dat was super gezellig. Geslaagde middag gehad. Zaterdag, nadat we bij de tandarts geweest waren, zat ik er echt wel even een beetje doorheen. Ik was echt super moe. Ik was chagrijnig. Snel emotioneel ook. Ik had nergens zin in. Dus ja, wel echt even een rotmiddag gehad. Je zit natuurlijk ook lekker met die gebroken nachten en hormonen. Dus dat ging allemaal erg goed zaterdagmiddag. In de avond had ik ook nog een feestje staan. Dus ik twijfelde echt super erg of ik daar wel heen zou gaan. Want ja, ik zat gewoon echt even niet lekker in mijn vel. Maar uiteindelijk ben ik toch geweest. En dat was verjaardag van mijn schoonzus in Horen. Ik ben wel echt blij dat ik even geweest ben. Want ja, ik was er gewoon eventjes tussenuit. Ja, gewoon even lekker een drankje gedaan, een cocktail gedronken, bierpong gespeeld. Dat ja, deed me eigenlijk ook wel weer goed. En ondanks dat ik ja, voor mijn doen laat thuis was en 's nachts weer eruit moest voor Joas, gaf het me wel gewoon weer heel veel energie. Dus dat was wel heel prettig. Maar goed, het is nu bijna 11 uur, even iets voor 11. Dus ik ga Nout zo meteen weer ophalen. Ik had namelijk wel besloten dat hij in de middag gewoon even thuis een slaapje ging doen. Want het is voor hem ook wel weer heel wat om ja, gelijk ook daar zeg maar, te gaan slapen. Dat komt volgende week wel. Dus vandaag was gewoon echt even een wenochtend. En vanaf volgende week gaat hij daar helemaal naartoe. Dus hij is deze week nog 2 dagen bij onze huidige gasthouder. Is hij donderdag daar ook voor het laatst. Dus ja, dat gaat allemaal wel weer heel erg snel. Maar goed, dat komt vast allemaal wel goed. Nou, ik ga deze man even in de maxicozie doen. In de auto zetten en dan... ga ik Nout hier weer ophalen. Nout, hebben we dat gemaakt? Voor de kindjes. Deze. Ja. Nout is morgen voor het laatst bij de gastouder. Dus we hebben even wat leuke tractaties gemaakt. Met een bellenblazer in, een lolly en deze. Een zakje met rozijntjes. Deze. Ja. En nu wordt Joas wakker. Dus dat wordt een kort stukje filmen. Laat hem maar even inzitten, Nout. Kom, stop. Die is er alweer vanaf. Ga je dat morgen uitdelen?
Deze. Ja. Wel geoefend wat je met papa ging zeggen, hè? Susie. Bedankt voor alles. Wat alles? Bedankt voor alles. Ja, tot ziens, zeggen we dan. Laten we het erin zitten. Kom. Anders is alles al stuk voordat je het morgen mag uitdelen. En nog een kleinigheidje natuurlijk voor de gasthouder gehaald. Nou, volgens mij... Wordt er iemand wakker? Wordt er iemand wakker? Heel lang geslapen. Maar nu is het tijd voor mijn werk. Het is alweer donderdag en er zijn alweer 2 weken voorbij. En ik was vanochtend even mijn vlog alvast aan het bewerken. En ik dacht, ik ben nog wat vergeten te vertellen. En dat is namelijk dat mijn webshop online staat. Inmiddels staan er niet alleen baby items op, maar ook kinderkleding. Jullie kunnen mijn webshop vinden via www.babybras.nl. Ik zal de link ook nog eventjes onder in de vlog vermelden. En... Lekker aan het knorren. Ik heb inmiddels ook al wat bestellingen binnengekregen. Ik denk inmiddels 7. Ik heb ook al een aantal fotootjes ontvangen van kindjes die de kleding dragen. Dus dat is echt wel heel erg leuk om te zien. Joas die heeft toevallig vandaag ook een pakje aan. Oh, wat op de webshop staat. Gaat het, man? En dat is deze. Kijk hoe cute. Het is een beetje zo'n hydrofiele wafelstof. En het is een overslagvestje. Dus dat is echt super makkelijk... om aan te trekken. Ik vind altijd die t-shirtjes die over het hoofd heen moeten. Ja, dat is toch altijd wel een gepriel. Maar echt een super fijn stofje. En ik heb hieronder gewoon een lange mouwen romper. Dus dan is het ook niet te koud. Maar hij is echt super schattig. En lekker elastisch. Dus de broek is ook heel fijn aan te trekken. En deze kunnen jullie dus ook op de webshop vinden. Ik zal de camera weer even draaien. Binnenkort krijg ik trouwens nog meer kleding binnen. Voor zowel Joas als voor Nout. Dus dan, wanneer ze die items aan hebben, zal ik dat jullie ook zeker eventjes laten zien. Nou, het wegleggen gaat iets beter. Ik had van de week op Instagram even wat tips gevraagd, want ja, hij wilde gewoon echt niet weggelegd worden. Een aantal van die antwoorden waren zijn buik neerleggen, maar dan wel onder toezicht. Sommige babytjes die vinden het gewoon veel fijner om op hun buik te slapen. Dat heb ik geprobeerd een aantal keer, maar dat vindt hij helemaal niks. En ik kreeg heel veel tips om je kindje in te bakeren. Dus in van die doeken of van zo'n inbakerslaapzak. Dus die heb ik nu besteld. Ik ben heel benieuwd of dat effect gaat hebben. Welke tip ook heel veel genoemd werd, was even langs de osteopaat gaan. Want het kan misschien zijn dat hij wat stijf is in het nekje. Dus ik ga eventjes aankijken hoe het vandaag gaat. Maar misschien dat ik vandaag ook nog wel voor de osteopaat ga bellen. Om te kijken of we daar misschien even langs kunnen. Ja, mama is hier nog gewoon. Wat het ook kan zijn, is dat hij gewoon een babytje is die heel veel huidhonger heeft. Dus die het liefst gewoon heel veel bij me wil zijn. Ik krijg ook wel heel veel de reacties van, je moet hem gewoon lekker blijven dragen en geniet er maar van. En dat doe ik zeker, want ik vind het echt heel fijn om te knuffelen. Maar als je nog een peuter hebt rondlopen, is het soms best wel, ook wel pittig. Omdat ik nou natuurlijk ook gewoon genoeg aandacht wil geven en... Daarbij, als ik hem in zijn ledikant moet tillen of als ik hem op de commode moet tillen om verschoond te worden, dan kan ik Joas gewoon niet dragen op dat moment. Dus dan moet ik hem wel gewoon eventjes wegleggen. Zodra ik hem kan dragen, doe ik dat natuurlijk. Maar ja, ik begin ook wel te merken dat ik wat rugklachten krijg door het vele dragen. Dus dat had ik even via Instagram gevraagd en die tips had ik gekregen. En dat ga ik nu een beetje uitproberen wat werkt. Ik ga zo meteen naar een vriendin. Zij is hoogzwanger en ze is met verlof, dus zij is ook lekker thuis. Dus ik ga daar zo meteen even met Joas naartoe. We gaan even gezellig een bakje doen. Voor de rest hebben we niet zoveel gepland vandaag. Ja, Nauti is vandaag voor het laatst bij de gastouder. Dus Niels en ik hadden afgesproken om hem samen op te halen vandaag. Het is ook wel zo leuk dat ik de gastouder nog even zie en even bedank. Daar ga ik eind van de middag nog even naartoe. En voor de rest ga ik hiermee weer de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En tot volgende week weer.